Goedemiddag allemaal. Het kooiseizoen nadert zijn einde. Hier hebben we zelfs in de tuin al de winterkap gelegd, zoals jullie kunnen zien. De vissen die, zijn nog een beetje aan het bietsen voor wat korreltjes. Maar het gaat allemaal wat rustiger aan, omdat het gewoon wat kouder wordt. Dus ja, zoals ik al zei, het kooiseizoen nadert zijn einde. Maar niet voordat wij de uitslag bekend hebben gemaakt van onze vijvercontest. Wij hebben vorige maand, 5 weken geleden, hebben wij een contest uitgeschreven waarbij de mensen... De hobbyisten een filmpje van hun tuin konden maken, van hun vijvertuin, en die naar ons in konden zenden. De mooiste zouden een mooie waardebon winnen bij Top Koi Store. Een hoop mooie inzendingen gekregen, gave tuinen gezien. Echt subliem, mooi om te zien wat er allemaal in Nederland aan vijvers ligt. Groot, klein. Grote vijvertuinen, volledig in de Japanse stijl, tot aan hele compacte stadstuinen, maar wel met een onwijs gave vijver erin. Echt mooie details. Super. Mooie inzendingen gekregen. Uit die inzendingen hebben we een top 10 gemaakt en die voorgelegd aan de deskundige jury. En de jury heeft zijn keuze gemaakt. Allereerst willen we jullie een mooie samenvatting laten zien van de 10 beste inzendingen. Die gaan we jullie nu laten zien. Hier zien we de eerste vijver. Gelijk een enorm grote tuin met een daarbij behorende flinke vijver. Leuk in verhouding. Heel strak netjes afgewerkt, zoals te zien. En wat ook het leuke is aan deze vijver is dat als het minder lekker weer is... je binnen kunt zitten en de glazen pui die daar zit zorgt ervoor dat je dus nog steeds contact hebt met je vissen. Dus niet buiten onder een pluutje hoeft te staan, maar daar gewoon lekker droog naar de vissen kunt kijken. Daarachter zie je de filterput, dat is waar dat sedumdek op zit. Dat kan omhoog, dat is ook heel mooi afgewerkt. En zoals je kunt zien zwemmen hier flinke jongens in. Dat is een mooie vijver. Deze vijver is voorzien van een mooie pergola, wat het heel makkelijk maakt om ook af te schermen, zoals je kunt zien op het filmpje. Voor de weersinvloeden van buitenaf, in de winter en dergelijke. En je toch nog van de vissen kan genieten, want het is gewoon helder kunststof of folie, wat is het. Je ziet hier een deel strak van de vijver en je ziet ook een deel met mooie keitjes en wat plantjes en dergelijke. Mooi geheel. Ziet er erg netjes uit. Goed verzorgd. En de ramen is ook altijd leuk. Veel contact met de vissen, zoals je kunt zien. Dit is het filmpje van de vijver nummer 3. Dat begint met de randafwerking. En dan zie je gelijk een hele mooie keienrand. Dat zal een flinke klus zijn om op zijn plek te krijgen. Mooie naaldbomen. En kleine pinus. Verder zie je rondom de vijver nog meer soorten beplanting. Azalea's en daaronder dat zwarte, dat is Japans bloedgras. Verderop in het filmpje zien we nog een shot waar de azalea's in bloei staan uit het voorjaar. Kortom, mooie vijver die mooi in het geheel van de tuin past.
Nu zijn we aanbeland bij vijver nummer 4. Een mooie strakke vijver. Met een hardstenen rand erop. Ik zie in de achterhoek al een lekker biertje staan daar. Het zal vast genieten zijn. Aan de rand van de vijver, visjes kijken. Klauwtje voer erin af en toe. Een biertje erbij, wat doen we nog meer. Ik zou ook wel de serieuze beulen, zeg maar. Altijd de eerste bij het voer, hè? Mugashi en Charboy. Superleuk. Mooi bestand ook. Mooi groot raam erin. Het is weer een hele ander soort vijver dan vijver 3. Hè? Echt heel strak allemaal. En het is wel heel mooi afgewerkt. Beetje met hout en natuursteen. We zien dat deze vijver onder een afdak is gelegen, een kapschuur. Er ligt nu een winterkap op. Die kan niet lang laten zakken. Maar daarboven zie je dat er ook een afdak boven zit. Dus de vijver blijft altijd droog. Hier zien we vijver nummer 5. Een hele andere vijver als hetgeen wat we tot nu toe gezien hebben. Dit bewijst maar weer dat je met niet al te grote tuin toch nog kunt genieten van deze kooihobby. De afwerking boven het maaiveld, metaal, ze geeft een hele bijzondere twist. En de planten die zijn echt super mooi. Hartstikke goed onderhouden, alles ziet er spik en span uit. Mooie bloemen, een heel leuk zitje. Dat is vast genieten als je daar op dat bankje zit naar die mooie vissen kijken. Het is deze vijver een goede benutting van de ruimte en een heel mooi ontwerp voor deze compacte tuin. Hartstikke leuk. Dit is vijver nummer 6. Een mooie, strakke, rechthoekige vijver. Met een hartstikke leuk waterornament zie je daar rechts bovenin. De vissen zijn hongerig zat. Ze zijn er allemaal erg gezond bij. We zien hier een rechthoekig ontwerp, zoals ik al zei, met een hardstenen rand. Ik zie aan de andere kant een mooi raam. Die zullen we straks in het andere shot nog even beter zien. Ja, mooi geheel. Mooie strakke vijver. Kijk, je ziet met het shot vanaf de andere kant. Je ziet weer het mooie waterornament. Tevens zie je achter de vijver een mooi overkapt deel. Waar je lekker naar de visjes kunt kijken. Ideaal. Ja, dat is genieten. Het raam is ook wat ik net al zei. Wel fijn, kun je goed naar de visjes kijken, zeker als je een kleine hebt lopen. Je kan dan mooi op de knietjes naar de visjes kijken. Of op de rand zitten, zoals we hier zien. Dit is vijver nummer 7. En we gaan gewoon even genieten van deze schitterende Japanse tuin. Mooie bomen, vormboompje, Japanse ornamenten, alles is aanwezig. Super tof ook die bamboe schutting die je ziet. Die asers die over de vijver heen hangen.
mooi rood van kleur. Er zwemmen ook een paar schitterende vissen in, zoals je kunt zien. Echt een heel leuk stukje Japanse tuin. En, in verschillende lagen opgebouwd. Er is ook een beetje hoogteverschil erin. Qua beplanting en ook verschillende keuzes van bestrating. Heel super. Leuk dat je zo ontzettend veel tuin op de film ziet. Er komt zo dadelijk nog een stukje met een beekloop. Heel mooi. Voor een boom om jaloers op te zijn. De buren kunnen er ook van mee genieten. Kortom, gewoon echt een schitterende tuin. Nou, dit is alweer 5:08. We zien hier een heel mooi dek met leuke tenten erop. Goeie plek om een gezellig feestje te geven, of een leuke borrel. We zien hier op de voorgrond een mooie plantenvijver. Of die in verbinding staat met de Koizuvijver weet ik niet, maar dat zou heel goed wel kunnen. Ik denk het wel. Ik zie daar wat pijpelarij lopen, dus ik denk het wel. Hier zien we de Koizuvijver, een rechthoek, ook weer met een raam. Een hoop ramen tegenwoordig. Super mooie, strakke rechthoek. Ruim opgezet. Een flinke tuin ook. Je ziet daar wat palmen en wat bananenbomen. Dus ruimte geen tekort daar. Daardoor ook mooie verhouding. Dit is vijver nummer 9 van de top 10 die wij geselecteerd hebben. Je ziet meteen aan de linkerkant een mooi terras. Er komt straks nog een keer in beeld. Een mooi ornament. Kijk, daarachter zie je dat leuke terras. Een mooie beplanting rondom, allemaal verschillende kleuren. Je ziet ook wat grote stenen die over de rand heen steken, tegen de rand aan liggen. Nieuwsgierige vissen. Kortom, een hele leuke vijver en een mooi terras om daar lekker te zitten. Dan zijn we nu alweer aangekomen bij de laatste van de top 10, vijver nummer 10. Geweldige tuin, kijk eens, wat een paradijsje. Mooie beplanting. Er is wel een tuinarchitectje bezig geweest, denk ik hier. Vijver natuurlijk van vorm. De beplanting erin, erom. Super gaaf. Helaas is het filmpje niet al te best van kwaliteit. Dat is wel jammer. De tuin die verdient eigenlijk wel een mooier filmpje. Misschien dat we dat op termijn nog wel eens een keertje kunnen krijgen of kunnen regelen. Dat is wel heel gaaf. Dat riet allemaal. Echt een ware schat, deze tuin.
Nou, we hebben dus net de top 10 aan vijvertuinfilmpjes kunnen bekijken. En Bas, wil jij even uitleggen hoe we tot deze tot de prijswinnaars gekomen zijn? Nou, in principe degene die het meest geboden heeft, die heeft gewonnen. Gekkigheid. Nee, wat hebben we gedaan? We hebben, nadat we de top 10 hebben samengesteld van de mooiste tuinen, hebben we deze voorgelegd aan de jury. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben de tuinen beoordeeld op vormgeving, op onderhoud, op hoe het ingepast is in de tuin. Het is heel moeilijk om deze tuin allemaal met elkaar te kunnen vergelijken. Want ja, zoals je gezien hebt, de ene die heeft een half landgoed en de ander die moet het doen met een kleine stadstuin. Wat juist knap is, dat ze zeg maar in een kleinere tuin een mooie vijver hebben kunnen bouwen. Goed in verhouding, mooi afgewerkt. Dat is het gewoon. En ieder jurylid heeft zeg maar zijn top 3 gedaan. Nummer 1, 2 en 3. Nummer 1 die kreeg 4 punten, nummer 2 kreeg 2 punten en nummer 3 kreeg 1 punt. En van alle juryleden bij elkaar hebben we de punten opgeteld en zijn we tot een top 3 gekomen. We hebben hier geen nummer 1, nummer 2 en nummer 3. We hebben gewoon 3 winnaars die allemaal een mooie waardebon krijgen. Dit omdat het gewoon erg lastig is om de vijvers met elkaar te vergelijken. Waar je gewoon ziet, wat ik al zei, een half landgoed met een dikke vijver. En een ander heeft een compacte tuin en daar een kleine vijver in. Dus het is gewoon heel moeilijk met elkaar te vergelijken. Dus appels met peren. Dus ik denk dat we het op deze manier op een goede manier gedaan hebben. Ja. Dan gaan we over tot de prijsuitreiking. Ja, de 3 winnaars zijn geworden. Spannend. Vijver nummer 7, dat is de vijver van Rob Waasdorp. Ah ja, dat is de Japanse tuin met inclusief vormbomen en mooie en beelden. En inclusief hond, die er ook nog af en toe langs liep. Ja, precies. Nou ja, supermooie tuin natuurlijk. Echt volgens het plaatje. Zo zien we ze zelf heel graag. Ik ben altijd wel van de natuurlijke vormen, zeg maar. Ik weet niet hoe jij... Zeker. Ook kan een strakke vijver ook echt super gaaf zijn natuurlijk. Ja, maar ook gewoon de aankleding. Hè? De hele tuin is helemaal in de oosterse sfeer. Zelfs de schutting. Ja, heel gaaf. Echt een mooie gaaf vijver. Okay. De volgende winnaar is vijver nummer 10. William van Lieshout. Dat is de hele grote tuin met de rietkragen en zo. Ja, dat is het laatste filmpje. Ook een hele natuurlijke uitstraling. Ja. Ja, super mooi. Ja. Geweldig. Gaaf. En als derde heeft gewonnen vijver nummer 5. Van Leon Heukshorst. En dat is de vijver in de stadstuin. Oh ja, dat is de compacte tuin. Met de mooie metalen vijverafwerking. Die had ik eigenlijk nog nooit gezien. Super leuk ook om ja, om te zeker. Zien. Mooie afwerking. Heel netjes. Alsof iemand met een nagelknippertje er doorheen is gegaan. En met een klein bezempje en met de stofzuiger. Goed onderhouden tuin. Echt heel inderdaad. Netjes. Ja, ja, erg leuk. Dat was het eigenlijk. Dat zijn de winnaars. Dus vijver nummer 7, vijver nummer 10 en vijver nummer 5. Nou, winnaars, van harte gefeliciteerd met jullie mooie gewonnen waardebon. Deze waardebon kunnen jullie verzilveren bij Top Koi Store. Neem even contact met Top Koi Store op. En zij geven jullie een kortingscode waardoor je de korting kunt verzilveren. Alle inzenders, hartelijk bedankt. Echt een super gave filmpjes. Helemaal top. Ik hoop dat we dat volgend jaar nog een keer kunnen herhalen. Misschien in het voorjaar of zo, een mooie periode. Graag willen we ook Koen van de Heuvel van Top Koi Store hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van die 3 hartstikke mooie prijzen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, ook van de filmpjes van de andere vijvers. En we zien jullie weer graag in het volgende filmpje. Dankjewel. Goed hè.